Ja, dat duurde heel eventjes voordat we er waren. Maar hier zijn we weer op dit jaar een beetje guur weertje. Maar daar hebben we allemaal maling aan vanavond. Want we gaan nog meer zomerse designs zien vandaag. En wel door Aletta Visser. Het wordt hartstikke leuk. Ze heeft een paar prachtige designs voor ons voorbereid. Super clean, mooi, om door een ringetje te halen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Nou, tijdens het aftellen was ik al aan de overkant aan het kijken naar Aletta. En die zat nu al onder de glitters. Dus dat belooft heel veel goeds voor vanavond. Het worden glitters op allerlei verschillende manieren. Sugar designs. En Aletta heeft heel veel voorbeelden voor ons gemaakt. Tenminste, een aantal supergoede en makkelijke voorbeelden. Die je eigenlijk meteen kunt gaan gebruiken in de salon. En ik denk dat we snel naar de overkant moeten. Zodat zij in ieder geval alvast kan laten zien wat ze gaat maken. Aletta. Goedenavond allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ja, zoals Cerise al zegt, het weer is niet echt meer heel erg lekker zomers. Maar wij zomeren hier gewoon nog even lekker door. En ik ga lekker sugaren. En ik wil verschillende sugar-effecten laten zien. En ik denk dat ik maar gelijk moet gaan beginnen met de eerste. En daarvoor heb ik een nageltje voorbereid met de kleur Apple Martini. Dus een lekkere felgroene kleur. Lekker knalt van je scherm af, groen zeg maar. Wauw. En hier gaan we een laagje Magic Shine overheen lakken. Want we gaan met chroompoeders bezig. Dat is de eerste stap. Dus ik breng een dun laagje aan over de hele nagel. En ik let heel goed op dat er geen pluisjes en geen stofjes en geen belletjes en dergelijke in zitten. Die laat je gewoon op je handschoenen zitten, hè, Aletta? Ja, ik wou zeggen, die zitten. Mijn handschoen heeft gewoon heel veel stijl al. Ja, tof. Hier wordt al gezegd, ik heb nu al zin in het huiswerk, zegt Wendy Droppert. Dat begrijp ik. Ja, dat wordt lekker kleurrijk. Dat denk ik al wel. Deze gaat in de lamp voor 1,5 minuut. Voorheen zwoer ik eigenlijk bij de Supreme Finish, want die stond standaard bij mij op tafel. En die pakte ik 30 seconden, wanneer ik er een chroompoedertje op in wilde poetsen. Maar dat was altijd een beetje van, lukt het wel, lukt het niet? Stukje wel, stukje niet. En Deborah die zei natuurlijk altijd van, nou, de Magic Shine 1,5 minuut gaat prima. Dat ik dacht van, 1,5 minuut? Ik weet het niet hoor. Ja, maar het klopt echt, 1,5 minuut is echt lang en ik ben echt hartstikke eigenwijs. Dus ik werk inderdaad nog steeds met de Supreme Finish. Maar laten we even eerlijk zijn, die Magic Shine is natuurlijk ontworpen om daar juist het chroompoeder het allermooiste in te krijgen. Dus de toptail die net even wat dikker is en wat lobbiger dan bijvoorbeeld de Supreme Finish. En ik heb het idee dat de eigenschap van het product ook is dat hij wat langer warm blijft. Ik weet niet precies wat het is. Misschien zit dat tussen mijn oren, maar dit is echt een product waarop inputsen van chroom niet meer mislukt. Dus ze heeft echt gelijk. Ja, en het is een. Ik heb ook het idee dat wanneer je dus inderdaad met Magic Shine en dan inputst, dat hij ook echt een mooiere chroomglans houdt. Dat het bijna echt zo'n spiegeltje wordt dan wanneer je dat met de Supreme doet. Ja. Maar dat kan tussen mijn oren zitten, maar probeer het eens uit. Ik denk dat je ook als je moeite hebt met het inputs van chroom, dat je meer vrijheid en tijd hebt met de Magic Shine. En hij moet nog 1,5 minuut in de lamp, dus dat duurt dan eventjes hè, als je daarop zit te wachten. Natuurlijk. Ja, en Aletta, ik denk dat je gewoon eventjes naar de camera moet gaan zwaaien, want er komen heel veel mensen nu in een sneltempo komen er binnen in de comments. Dus zwaai eventjes, want iedereen zegt hallo. Hallo, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. We gaan lekker sugaren vanavond. Dus ik had al eerder deze week of vorige week was dat inmiddels al een lijstje online gezet met als je gelijk mee wil doen, dan heb je dit nodig. Er zijn een paar dingen bijgekomen, denk ik, uiteindelijk nog. Maar als je al klaar zit om lekker mee te doen, ik ben benieuwd wat jullie gaan maken ondertussen. Maar de lamp is uit, dus ik kan verder. En ja, dus nog steeds de mooie felle groen. Ik heb hier de chroompigment, volgens mij is het de gold. Maar die heeft dus een beetje een groenige glans. Klopt. En die vind ik heel mooi in combinatie met deze kleur. Ik zet een paar stippies, ik pak nog ietsje meer. Eigenlijk ga ik eerst een beetje verdelen. En dan ga ik hem inpoetsen. En kijk eens even. En je ziet hem gewoon gebeuren. Mooi. Ja, het is wel heel bijzonder, want Gerry zit mee te kijken. En die stelt de vraag, ik gebruik bijna geen chroom. Maar dat moet toch altijd op een top zonder plaklaag? Dat is correct. En dat is de Magic Shine ook.
Wanneer je bijvoorbeeld de base en top gebruikt, krijg je meer een glitter effect. En met dus inderdaad de Supreme of de Magic Shine, krijg je een hele mooie hoogglans. En er zit nu nog een beetje een restje glitter op. Dat kun je er gewoon inpoetsen met je handschoen. En hij is nu al 1,5 minuut in de lamp geweest. Maar om het even vast te zetten, doe ik hem nog eventjes 10 seconden in de lamp. En dan doe ik er een laagje weer van de Magic Shine overheen. Maar dat kan ook de base on top zijn. Dat kan de extreem mat zijn. Maar ik wil deze glanzend afgelakt hebben. Dus dat doe ik met de Magic Shine. Ja, en Aletta, je hebt nu natuurlijk op de ondergrond ook een mooie felle kleur gebruikt. Hè? Gaan we die dadelijk nog terugzien? Wel in de... Ik heb natuurlijk weer een voorbeeldje gemaakt van hoe kun je hem nou als setje verkopen in de salon. Daar heb ik hem wel weer naast gebruikt. Maar voor de andere designs heb ik andere kleurtjes gebruikt. Mijn pompje doet het niet. Ja, hij is er. Maar je zou bijvoorbeeld ook wit kunnen gebruiken. Ja hoor. Of zwart. Ja, ja. Het is de chroompigmenten zijn dekkend. Maar de kleur eronder kan wel meespelen met de intensiteit van de kleur. Dus zoals nu heb ik een groene, felle groen ondergrond. Dan wordt die lekker fel groen. Maar als je er een wit onder doet, dan zou die misschien net even iets zachter groenig worden. En met zwart wordt die meer, ja, wat donkerder groen. Dus het heeft wel effect. Maar als je bijvoorbeeld de unicorn pigmenten hebt, die zijn transparant. Dus dan krijg je meer een glansje over de kleur heen. Dus dan blijf je meer van de kleur zien. Dus daar kun je heel leuk mee spelen. Maar in principe kan elke basis eronder. Dus daar kun je ook heel leuk mee spelen. En ik heb nog een vraagje van Irene Vossen. Wat ik wel een goede vraag vind, de Magic Shine vertelde ik net, is natuurlijk wat dikker, wat lobbiger. En Irene vraagt of dat ook fijner is ter bescherming van je stempel als je die gezet hebt. En het antwoord daarop, vind ik, is wel echt ja. Het is een hele makkelijke gel om te lakken, dus het zal nooit open liggen op bepaalde stukken. Zoals bijvoorbeeld, kijk, met Supreme Finish moet je wel echt goed weten hoe je lakt. De high shine is geweldig, maar je moet wel goed opletten. Terwijl met de Magic Shine is die wat sneller gevuld. En ook omdat hij net wat dikker is, geeft hij de nagel iets meer volume en dus ook even wat meer bescherming. Dus dat klopt. Ja, dat is een hele slimme inderdaad. Dat heb ik zelf nog nooit gebruikt, uitgeprobeerd, maar ja. Als je een stempeltje hebt gezet en je weet dat dan klaar is, dan kun je heel makkelijk inderdaad een Magic Shine erover zetten. 1,5 minuut in de lamp en dan is je design al klaar. Dus dat is een goeie. Nou ja, omdat het dus de Magic Shine is, moet hij dus nu wel even weer 1,5 minuut in de lamp. Hm. Want dit is eigenlijk nu ook gelijk mijn topcoat laag. Ik ga er nog wel wat overheen maken, maar niet overal. Klinkt nu een beetje gek, maar straks wordt het wel duidelijk. Maar dit moet dus ook echt, vaak als het een tussenlaag is, kan ik nog wel zeggen van nou, ik hard hem even hard ik hem even 30 seconden uit. Want dan ga ik er toch nog op verder werken. Nou, uiteindelijk pakt hij allemaal 1,5 minuut mee. Maar omdat dit nu klaar is, pak ik nu echt even die 1,5 minuut. Ja. Dan weet ik zeker dat goed zit. Dan heb ik geen kans op dat hij niet goed uitgehard is of gaat liften uiteindelijk. Dat wil ik niet als ik dit bij een klant zet. Dus daarom nu 1,5 minuut. Ja, je hebt groot gelijk hoor. En intussen gaan wij gewoon eventjes door naar de comments. Want goed opletten. Wendy erop het zegt, 1 poeder meer effecten. En dat klopt natuurlijk. Het zou leuk zijn als je dat thuis even uitprobeert. Op verschillende ondergronden. Als je even naast elkaar legt. Dan zie je inderdaad wat Aletta probeerde uit te leggen. Dat het net eventjes wat meer effect geeft. Dus daar kun je dan mee spelen. En Cora van Dongen heeft voor het eerst Flex & Shine top gel besteld. De gewone, omdat ze hoorden dat je daar rhinestones goed in kon plakken. Dat klopt inderdaad. Nu vind ik hem toch daar iets te dun voor. Wat zijn de eigenschappen van de Flex & Shine ook alweer? Nou, de Flex & Shine ligt ongeveer gelijk aan de Magic Shine. Alleen Magic Shine is natuurlijk ideaal voor het inpoetsen van pigmenten. Maar qua dikte, qua structuur, ja, zijn ze echt vergelijkbaar. Dus ik denk niet dat je met de Magic Shine daar ineens een beter resultaat mee gaat krijgen. Maar wat je wel kan gaan proberen voor je om je steentjes vast te zetten, is bijvoorbeeld Rubber Base. Die is wat dikker. Topje uit de pot heb ik heel lang gebruikt. De Ultra Top, die is ook fijn. Of de Gemstone Gel. Alleen de Gemstone Gel heeft geen glans als je hem afneemt. Dus een beetje kiezen. Maar die drie zou ik echt eens proberen. Dus Gemstone Gel, Topje uit de pot of de Rubber Base. Die zijn alle drie heel lekker om steentjes mee vast te maken. Als je de Flex & Shine iets te dun vindt. Kijk, nou, daar kun je weer wat mee, zou ik zeggen. Ja, het is een topgel vragenuurtje volgens mij. Ja, precies. Heel goed hoor. Is heel handig. Doorvragen. Ja. Ja.
Ik heb net tegen jullie gelogen. Ik zei dat ik de groene kleur, de Apple Martini, niet meer ging gebruiken. Ga ik wel doen. Alleen, dan moet ik even aan Sarissa vragen of ze een peperpelletje voor mij kan ergens vandaan kan toveren. Want ik heb die niet meegenomen. Kan scoren. Ik ga gewoon eventjes voor jou op zoek. Want ik ga mengen. Ook weer is dit optioneel. Ik ga nu met de Sarissa Sweeties werken en daar dus een druppeltje Apple Martini. Ik moet even spieken naar de kleur. In mengen om ook weer kleur op kleur te werken. Alleen is de Sarissa Sweeties best wel vloeibaar. En als je daar dus een beetje gelpolish in gaat gooien. Dank u, dank u, dank u. We hebben er een. Nou kan ik mijn verhaal beter doen. Wanneer je dus de Sarissa Sweeties gaat verdunnen met een gelpolish, wordt die nog vloeibaarder, gaat die iets sneller lopen. Dus om dat tegen te gaan, waar heb ik hem gelaten, pak ik er ook een beetje liner gel bij. En dan natuurlijk de liner gel white. Dus ik zet een druppeltje op mijn paletje van de Sarissa Sweeties. Geen stofjes, zo. En voordat ik dan de kleur erbij doe, pak ik dus eerst de liner gel. Pak ik ook iets meer liner gel dan wat ik normaal zou pakken wanneer ik het bijvoorbeeld zou gebruiken voor fijne lijntjes. Nu gebruik ik echt puur die liner gel erbij om te zorgen dat die niet te veel gaat lopen. Dus die meng ik eerst even goed door elkaar heen. En nu pak ik de Apple Martini erbij. Met een druppeltje. Hier dus ook niet te veel van pakken. Want dan heb je weer, of dat je weer wat liner gel white moet gaan toevoegen. Maar dan heb je heel veel mengsel ineens. Dat kun je natuurlijk bewaren. Ja. Maar voor dit design, nou, ik heb het nu alleen voor nu nodig. En waarschijnlijk is dit al te veel. Dus wees spaarzaam met je product. Mocht je te veel overhouden, kun je het opslaan in die mooie mixing jars. Maar voor nu is dit mijn mengseltje. Even kijken, die schuif ik aan de kant. Oké, ik heb nu dus de Magic Shine is uitgehard. Die heeft geen plaklaag. Dus die is gewoon nu klaar. Is ook heel tof als nageltje zo. Ja. Ik spiek even snel met het eindresultaat daarnaast. Nu ga ik, met dus dat mengsel wat ik net heb gemaakt, ga ik, ik wil eigenlijk een blad maken. Alleen normaal zou je zeggen van, oké, ik maak lijnen en dan ga ik de binnenkant van het blad kleur geven met het mengseltje bijvoorbeeld wat ik nu gemaakt heb. Maar ik wil juist de buitenkant inkleuren. Dus wanneer je nu gaat schilderen, of het een blad is, of het een hartje is, of een bloem, of wat dan ook. Je moet eigenlijk, als je je lijn hier zou zetten, moet je hem eigenlijk nu daar neerzetten. Dus net iets groter pakken dan wat je normaal zou doen. Is een beetje tricky, maar hoe meer je dat oefent en als je het straks ook ziet, wordt het hopelijk iets duidelijker dan hoe ik het nu uitleg. Ja, ik weet wat er gaat komen, dus ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Nou, ik ga beginnen met eigenlijk wel een soort van mijn outlines. Is dit onhandig? En ik ga een omgekeerd hartje maken. En hij is een beetje omgevallen. En ik trek hem hier naar een puntje. Voor het gemak draai ik hem even om voor mezelf. En ik zet hem niet direct tegen dit lijntje aan, maar ietsje ernaast. Als ik goed zie wat ik doe. En dan trek ik hem weer door. Naar deze kant. Het is eigenlijk een omgevallen hartje op deze manier. Dan maak ik er nog even een stengeltje aan. Daarom heb ik dit ook opengelaten, want je moet eigenlijk dit ga je straks blijven zien. Dus je moet een soort van omgedraaid nadenken. Omdenken. Dat is ook een leuk woord. Heel kleintjes. Ook niet te dicht op elkaar gaan werken, want anders dan lopen die lijnen in elkaar over.
glans lekker. Dus ik moet even kijken of die goed op camera te zien is. Ja, het is ook lastig te zien, denk ik, hè, voor je. Ja, ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Voor het licht, ja. Oké, nu ga ik de inkepingen in het blad maken. En dat doe ik met iets meer een soort druppeltje aan mijn penseel. En die zet ik neer en die trek ik omhoog. Dat is 1. En of ik hier nou buiten een beetje scheef ga, niet netjes ga, dat is niet erg. Als de binnenkant maar netjes is. Zetten we er nog eentje. Een druppeltje en die trek ik naar de rand toe. En dan zet ik hem iets breder op. Ja, als je echt uitgaat van de normale print eigenlijk, maak je hem denk ik snel te klein, hè? Ja. Ja, ja, dat was ook toen ik deze voorbeeldjes ging maken. Je wil heel snel te klein gaan werken. Ja. Draai hem maar even om. Omdat je eigenlijk altijd gewend bent om hem andersom te maken. Ja, precies. En dat is best wel een uitdaging. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is als je een design eenmaal geoefend hebt, dat je dan ook weet wat de struikelblokken zijn. En dat je daar dan voor de volgende keer ook gewoon op in kan spelen. Ja. Dus dat betekent gewoon meerdere keren maken, denk precies, ik. Precies. Is die niet goed, doe je hem gewoon overnieuw. Inderdaad. Daar leer je het meeste van. Precies. Zo. Dan is dit je bloemetje. Blaadje is het. Voor het kleinste detail. Ik ga even kijken of ik dat lukt op camera. Wil ik eigenlijk nog een klein nerfje. Even kijken. Van hier. Oep, er tussendoor. Dat is mijn blaadje. Nu pak ik een aardige druppel van mijn product. En ga ik er omheen invullen. En ik zet best wel een dikke druppel neer en dat ga ik een aardig stukje verdelen. Niet te dun maken, maar dus ook niet dat het te dik op plekken is. Maar doordat je die druppel neerzet, ik pak weer een druppeltje op. Dat is ook alweer een beste druppel. En vanuit daar ga ik die nagel eigenlijk helemaal opvullen. Ja, op het moment dat je natuurlijk een echte nagel hebt, dan ben je veel sneller klaar met dit gedeelte natuurlijk, hè, met dat opvullen. Ja, dit is een aardig lang nageltje. Ja. En ik heb nu 1 elementje. Je kunt natuurlijk ook zeggen van ik pak meerdere of ik pak hem nog groter. Ja, precies. Daar kun je heel erg dit design mooi op aanpassen. Op de grootte van je nagel, de lengte van je nagel. Ja. Ja, en dit wordt zo leuk. En ik denk dat nu ook een paar al of aan het typen zijn of denken van waarom pak je nou je Jessica's Choice hiervoor? Dat duurt toch veel te lang? Nou, dat is nog niemand aan het typen hoor. Ik zit al te controleren of mijn beeld niet gewoon stilstaat. Of de comments stilstaan. Want ik denk dat iedereen gewoon zijn adem aan het inhouden is. En gewoon aan het meekijken is. Gewoon naar wat jij nou precies aan het doen bent. Dus dat is leuk. Kijk. Nou, de reden dat ik niet de Detailer 3 op dit moment pak, maar nog steeds met mijn Jessica's Choice eigenlijk het hele nageltje kleur aan het geven ben, is omdat ik met deze het idee heb dat ik hem mooier kan, de laag wat ik nu maak, mooier egaal kan krijgen. Wanneer Jessica is aan het typen, want Jessica zegt, is a good choice, daarom. Precies. Nee, met de Detailer 3 ga je toch sneller te veel druk geven. Oeps. En dan heb je sneller de lijntjes van je penseel in deze laag staan. Ja. En met deze heb ik dat niet zo snel. Want juist wanneer ik dus een lijntje trek, zie je hem eigenlijk heel mooi. Ik weet niet of dat te zien op camera. Maar dan zie je hem heel mooi weer glad trekken. Ja hoor, zolang jij een beetje in beweging blijft, dan zie je inderdaad die delen zijn dan steeds wel zichtbaar. Soms zien we er helemaal niets van. En ineens dan, ja, Gil komt er al aan. Die zegt ook al, ja, het is toch wel lastig te zien. Die gaat hem heel even wat donkerder zetten. Ja, dat is misschien wel een goeie, ja. Ja. Ik zie hem wel komen hoor. Nu wordt het echt wel duidelijk. Dat zijn lekkere knalkleurtjes, hè? Dus dan. Ja, absoluut. Knalt dat er letterlijk vanaf. Nou, Gemma die kleurt ook altijd alles in met Jessica's Choice. Dus je bent niet raar. Nou, gelukkig. Dat is altijd goed om te horen. Ja, het zijn 80 man die aan het meekijken zijn en niemand zegt heel veel. Dus dat betekent dat het toch wel heel spannend is en dat het wel ook heel interessant is om lekker naar te staren, Aletta. Nou, dat is een goed teken, denk ik. Ja, volgens mij zien we hem echt wel wat beter zo, hè? Kijk, als je hem dan omdraait, dan heb je ineens dat je het plat wel wat duidelijker ziet. En dit moet je dus niet gaan uitharden. Kan, is ook een leuk idee.
Maar we willen natuurlijk gaan sugaren. En voor dit design ga ik de acrylpoeder gebruiken. En dan de transparante variant. Je kunt ook heel leuk kleurtjes gebruiken. Maar omdat ik nu al een kleurtje in eigenlijk dat vlak wat ik nu heb geschilderd heb zitten. Als er dan een transparant product, in dit geval dus de clearpoeder, overheen komt. Blijf je deze kleur heel leuk zien. We hebben natuurlijk ook verschillende kleur acrylpoeders. Kun je ook heel leuk mee spelen. Maar voor deze gebruik ik de clearpoeder. Even klaarzetten, dus ik leg hem voorzichtig. Ja, het is wel heel spannend, hè? Als er nu iets gebeurt, dan... Ja, nou, dat had ik vanmiddag dus ook toen ik met een ander nageltje bezig was. Had ik hem gesugerd en toen liet ik hem vallen voordat hij in de lamp zat. Ai. En gelukkig ging het goed. Ik dat ik echt dacht van, hoe dan? En niet precies op zijn kop of zo? Nou, hij raakte de zijkant, maar dat ging dus net goed. Oké, let's go. Tik hem eroverheen. Serio vindt het spannend. En Stephanie van Maurik is aan het meedoen. Kijk, leuk. Cool. Dat is mijn eerste laagje. Ik ben altijd best wel royaal wanneer ik sugar. Ik heb zoiets van beter een paar keer extra pakken. En dat ik alle stukjes heb. Dan dat die... dat ik denk dat ik alles heb na één keer en dan uit de lamp ga en poetsen. En dan dat ik denk van... Ja, dan kan je het opnieuw doen. Ja, dit is wel mooi hoor. Hè? En zo gaat hij in de lamp. Voorzichtig. Cool, mensen vinden het echt leuk inderdaad. Sylvia zegt, ziet er inderdaad al gaaf uit nu. Het is ook, dit is dus sugar, hè? Dat betekent niet altijd een glitter. Je kunt dus met meerdere producten een sugar effect creëren. Het sugar effect is natuurlijk het ruwe, het grove oppervlak aan de bovenkant. De suiker heb je natuurlijk ook in allerlei groftes, toch Aletta? Ja, ja, je kunt er, zoals dit is bijvoorbeeld ook heel tof wanneer je in de winter die sweaternageltjes maakt. Ja. Dan krijg je toch een soort... Ja, relief, maar wel heel zacht. Dit is bijvoorbeeld ook een heel leuk opstapje voor mensen die misschien sugar wel heel mooi vinden, maar dat ruwe van dat groffere glitters wat te ruw vindt. Dit is niet ruw. Je voelt dit wel op de nagel, maar het is niet... mijn klanten vergelijken het vaak met schuurpapier. Dit is gewoon een relatief zachter laagje dan. Dus dat kan heel leuk zijn om een soort van beginseltje naar misschien een keer een wat groffere glitter. Een beetje beton. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik heb hem natuurlijk al voorbereid. En terwijl die nu nog even in de lamp zit, kan ik die al wel vast laten zien. Kijk dan hoe sweet. En dit is de kleur die eronder zit, hè? Ja. En die heb ik dus ook weer gebruikt om dus het witte te mengen ermee. En hier heb ik niet de chroom... Wel een chroom gebruikt, sorry. Maar dan een sparkling chroom. Ja, en daar zit nog een extra glittertje in. Dus ik dacht, dan glittert hij helemaal je tegemoet. Mooi, mensen vinden het echt mooi. En Ellen Landa zegt, het is net fluweel. Ja, nou, Etty vindt het ook heel tof. En het is leuk, Cyril heeft een opmerking gemaakt. Aletta, je bent echt de enige die zo gestructureerd kan arten, volgens mij. Bij mij is dan mijn hele tafel ontploft, dan krijg ik een error. Ja, dat heb ik ook. Dat werkt trouwens wel heel lekker, hoor. Dus, maar ik vind het knap om te zien hoe Aletta dat doet. En ook haar designs zijn altijd... Helemaal prachtig en strak en om door een ringetje te halen. Aletta, je krijgt heel veel, want je bent aan het meekijken. Je krijgt heel veel leuke comments. Mensen vinden het geweldig. Wauw, wat leuk. Super gaaf, super gaaf, super gaaf. Mensen vinden het super gaaf. En Joyce vraagt, brokkelt het dan na een paar weken ook af? Of blijft het dan wel tot 3 weken zitten? Ik heb geen problemen dat het afbrokkelt. Ligt er natuurlijk wel aan als je dit bij een klant doet, wat ze met haar handen doet. Maar als dit goed is uitgehard en dus ook dat laagje wat ik net heb geschilderd niet te dik is. En het is... 100% uitgehard, heb je geen problemen. Juist, ook omdat dit acryl is en je gooit dat in de gel, is dat bijna nog harder dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar een lage gellak gebruikt. Dus ik denk dat dit wel goed blijft zitten. Ja. Hij is inmiddels uit de lamp. Oh, we gaan weer terug. Oh. Of had je nog een... Ik heb nog wel comments wat ik wel wil laten weten natuurlijk. Want ook Jaap is aan het kijken en die zegt leuk en eenvoudig. Nou, dat is natuurlijk echt een super tof... een mengsel, moet je dat zeggen. Het recept voor nail art. Het is mooi, het is eenvoudig, het gaat lekker snel. Dus zo kun je omzet maken. Daar moet je ook maar aan denken. En Dinette wil ons even gedag zeggen, want die was aardbeisjam aan het maken. En ze zegt ook wat een mooie nagel. Dus steek die maar in je broekzak. Sylvia heeft een hele goede vraag. En die vraag, doe jij dan ook nog topgel over? Dat kan, maar dan verlies je het sugar effect. En ik denk dat als je... dat met glitters doet en je lakt hem dan af, dan heb je wel een tof glittertje, maar dan is die glad. Dus als klanten dat fijner en draagbaarder vinden,
vooral doen. Alleen creëer je wel heel veel volume op die manier. Bij deze, als je dat doet, dan verlies je het hele effect van dat er acryl in zit. Dus dat is een beetje onnodig. Dus het is echt het idee van, je strooit dus die, in dit geval acrylpoeder, in die laag gel. Dat hard je uit en dan is die klaar. Moet nog wel even het restant eraf gehaald worden qua poedertjes. En dan komt je design echt tot leven. Maar dat ga ik zo laten zien. Ja, we gaan straks natuurlijk nog even terug naar jouw design voor het screenshot. Maar niet voordat ik je heb laten weten dat Kelsey ook aan het meekijken is. Ze zegt beter laat dan nooit. Maar ze is er en ze kijkt lekker mee. En Iris Molenbroek, die is aan het kijken vanaf haar nieuwe huis. Vanuit haar nieuwe huis en vanaf haar veranda. Dus nou, dan zou ik zeggen, ga lekker kijken naar het eindresultaat wat Aletta heeft. Kunnen we een screenshot gaan maken? Ja, nog één stapje, want zo komt hij dus uit de lamp. Ja. En dan met een manicureborsteltje. Kun je best wel agressief ook eroverheen. Als hij niet goed uitgeschart, merk je dat nu. Want dan veegt hij op een gegeven moment stukjes mee. Maar dan is je design dus klaar. Ja, het is net fluweel inderdaad. Ja. Ja, en wat ik vaak ook voor voorbeeldjes ook doe, want die zijkantjes kunnen altijd een beetje ruw. En ook bij klanten doe ik dat trouwens ook even met een buffertje of een veldje erlangs, dat dat mooi afgesloten is. Maar dan is dit dit je eind. Prachtig, zullen we gaan... Oké, zullen we dat maar doen? Ik ga aftellen en ik hoop dat jullie er thuis allemaal klaar voor zijn. Iedereen dus, meedoen, hè? Ja, iedereen moet meedoen. Ik wil jullie hier kunnen horen in 3, 2, 1... Screenshot! Nou, er zou iemand in de regie meedoen, maar die houdt haar mond dicht. Maar dat geeft niet. Screenshot! In plaats van Pepijn, zegt Sylvia. Dus bedankt Sylvia dat je ons eventjes mentaal wilde steunen. Ik heb echt geen stem, het is geen gehoor. Maar ik heb wel genoeg te vertellen, want jullie willen we natuurlijk weten wat het huiswerk is. Dus laten we daar allereerst eventjes naar gaan kijken. Nou, het huiswerk is dus, maak drie tips met een zomer sugar design zoals Aletta heeft laten zien. Jullie gaan er dadelijk meer zien. Maak van elk design een passende set van 3 nagels, zodat je de nail art gelijk kan gebruiken in je salon. Ja, want als je slim bent, dan bewaar je dat natuurlijk mooi. En kun je het je klanten laten zien, zodat ze alleen maar hoeven te zeggen, dat wil ik. Nou, er zijn natuurlijk een aantal regels aan verbonden. Zoals altijd heb je 2 weken de tijd, dus tot 17 juli, om je huiswerk in te sturen. En die stuur je in via de link die in het album staat, Summer Sugars. Nou, dat album is natuurlijk te vinden in onze groep Nail Talk Live. Als er verbeterpunten zijn, neemt Jessica weer contact met je op en krijg je, mocht het nodig zijn, een herkansing. Vergeet niet je step-by-step foto's mee te sturen en natuurlijk het eindresultaat, zodat we kunnen kijken van, nou, wat is er dan precies niet goed gegaan en op welke manier kun jij het beter doen? Nou, dan krijg je natuurlijk gewoon een herkansing. Heb jij die herkansing nou helemaal niet nodig, dan ontvang je natuurlijk je certificaat zo snel mogelijk en dan maak je ook kans op mooie prijzen. Zoals dit pakket. Nou, Aletta, wat zien wij hier allemaal? Ja, dat zijn, moet ik even goed spieken hoor. Pigmenten, natuurlijk. Natuurlijk neonpigmenten, want die ga ik bij het volgende design gebruiken. Uit mijn hoofd dacht ik de Liner Gel White. Ja. Want die gebruik ik ook veel. Ik denk, laat het jou zeggen. Designs. Ja. Groot gelijk. De Fluffy Brush. Die is ook heel handig voor ook weer de neonpigmenten. En een Mermaid Spray. Prachtige Mermaid Spray, inderdaad. Ja. Nou ja, die is natuurlijk ook geschikt om mee te sugaren. En Aletta gaat daar natuurlijk straks ook wat mee laten zien. Dus het is nog niet voorbij. Blijf lekker kijken, zodat je weet wat er allemaal mogelijk is met het huiswerk. Volgende week hebben we de volgende gast, de volgende trainer weer. En dat is Cindy Halleber. Voor haar is het de eerste keer. En ze gaat werken met Rubberbase, die de maand daarna dus met 20% te shoppen is. Dus lekker meekijken. Dit is Cindy haar eerste keer. En ik denk dat het super tof is als we met z'n allen kijken, dat ze lekker veel kijkers heeft en dat we er allemaal kunnen steunen. Ja, en veel plezier kunnen wensen natuurlijk, want dat is het uiteindelijk om een e-life workshop te doen. Nou, we gaan even kijken naar de rest van het overzicht. Nou, na Aletta, vandaag op 3 juli, hebben we dus volgende week Cindy. Maar daarna is Michelle hier. En ook een mooi zomers design wat ze gaat maken. De Summer Mandala op maandag 17 juni. En dan gaat de bootcamp van Jessica beginnen. Handpainting 1 op maandag 24 juli. En handpainting 2 op maandag 31 juli. Nou, allebei met Jessica natuurlijk. Dat zijn de eerste 2 in een reeks van 4. Dus ga je niet op vakantie, heb jij lekker niks te doen of minder te doen, dat kan natuurlijk, kun je lekker gaan deelnemen aan deze toffe bootcamp, waarin je dus aan het einde van die bootcamp echt wel je skills hebt geüpgraded. Dus het is leuk om die van 1 tot en met 4 helemaal bij te wonen. Lekker doen. Nou, wat jullie moeten onthouden is natuurlijk de 20% korting van deze maand op acryl. 20%, dus shop till you drop.
Kun je lekker je inkopen doen? Ik zou het echt doen. Oh, dat penseel is dus ook met 20% korting. Zou het? Nou, dan zou ik het wel weten. Ik zou in ieder geval lekker naar de website gaan. Dat zijn alle producten die jij met 20% korting kan aanschaffen. Die zijn daar aanwezig. Kun je lekker shoppen. Er zijn nog vast veel mensen die acryl gebruiken. En gebruik je dat nog niet? Gewoon aanschaffen, want ja, ik denk dat iedereen kan werken met acryl. Je wordt zeker verliefd. Voordat we met Aletta verder gaan, gaan we eerst even naar een commercial kijken. En die commercial is van de Holo Cat Eye. Dus we gooien hem er gelijk even in. Ja, super tof. Laten we even niet vergeten dat we deze toffe Holo Cat Eye Top ook hebben. Geweldig leuk voor in de zomer om net jouw kleuren eventjes dat extra te geven. Het is klaar binnen een hand omdraaien en het kan over iedere kleur. Dus lekker van genieten als je hem nog niet in huis hebt. Gauw aan gaan schaffen. Maar we gaan nu lekker door met Aletta, want die heeft nog veel meer leuks voor ons vanavond. Echt, die Cat Eye. Ik hou van Holo, ik hou van glitter, ik hou van Cat Eye. Dat is echt alles in één. Hij is echt heel mooi, ik hou ervan. Maar vanavond ga ik hem niet gebruiken. Ik heb hem wel even met uitproberen in mijn handen gehad. Maar ik dacht, het glittert al genoeg. Je nou ja, voelde hem niet. Het glittert nooit genoeg eigenlijk. Maar voor vanavond even niet. Maar we gaan wel lekker met neonpigmenten werken. En daarvoor heb ik alvast mijn nageltje weer voorbereid. 2 laagjes white is white. En de plaklaag zit er nog op. En ik heb alvast mijn neonpigmenten neergelegd. En daar gebruik ik dus, om die aan te brengen op mijn nagel, wat ook bij de prijs zit, mijn fluffy brush. Want je hebt een heel klein beetje nodig. Vaak willen we al te snel, maar je kunt eigenlijk met een heel klein beetje, kom je al een heel eind. Hoe ik ermee werk, ik dip een beetje op mijn, ik wou zeggen kwast, oh, penseel. Oh, kijk uit wat je zegt. En het overtollige haal ik van mijn haartjes af. Moet ik zorgen dat ik niet in die twee ga zitten knoeien. En op de plaklaag van de white is white, kijk, eigenlijk is het al te veel, want zie hoeveel er afkomt. Ga ik het met een deppende beweging aanbrengen. Op, laten we zeggen, 1/3 van de nagel en dan ietsje omhoog. Op deze manier. Ik haal mijn penseel even langs een droge nail wipe om het overtollige van de kleur eraf te halen. Schuif die eventjes aan de kant, want we gaan door naar de volgende. Pak weer een beetje op. Overtollige haal ik van mijn haartjes af. En die zet ik in het midden neer. Het is eigenlijk een beetje een dep en ik aai hem ietsje naar achter, deze beweging. Ik weet niet of dat goed te zien is. Maar op die manier blend je dus ook best wel mooi die kleurtjes door elkaar heen. En mocht je straks nog denken van nou, ik wil nog weer een beetje van die oranje terugpakken, dan kan dat natuurlijk. Nou, ik vind deze kleur ook wel mooi zo. Dus dan pakken we de laatste. De paars. Haal mijn penseel weer even langs de nail wipe. Sorry, brush wipe. En dit haal ik nog een keertje. En dit gaat op het laatste stukje wit. Ik vind het nu al heel mooi. Dit is al heel tof. En we hebben ook een paar mooie jelly kleuren die hier perfect bij passen. Oh. Zul je straks ook bij het eindresultaat met het setje zien. Zo. En ik zet eigenlijk helemaal geen druk op die nagel. Pak nog een beetje van het roze. En die blend ik weer iets meer omhoog, zodat die blend heel mooi wordt. En dan nog een beetje van het oranje. En als je tevreden bent over hoe de blend is, mag die nog even een paar tellen in de lamp. Ook weer even 10 seconden en dan lak je hem af.
Ik had hem alvast voorbereid. Even de restjes neonpoeder van mijn handschoen af. En dan heb je hem zo. Mooi glanzend afgelakt ook weer. Ah, super. Hier heb ik ook weer de Magic Charm voor gebruikt. Eén, omdat hij dus op mijn tafel stond, omdat ik ermee bezig was. En twee, omdat hij dus geen plaklaag heeft. En dan hoef ik me geen zorgen te maken dat ik, stel ik gebruik de bezemtop. Dan moet je echt heel goed poetsen om zeker te weten dat al die plaklaag eraf is. Want mocht je nu ergens nog een beetje plak over hebben, daar gaat die glitter op zitten. En dan is je design minder scherp, minder mooi, minder noem het maar. En dat heb je niet als je een topcoat hebt waar geen plaklaag op zit. Dan is het uithouden voor 1,5 minuut en kun je gelijk door. Dat je zeker weet dat er dus geen restanten aan plak op zitten. Nou, Aletta, ik heb even een opmerking. Ja, het is altijd. Ik zit altijd vol bewondering met jou te kijken hoe alles wat je maakt zo vreselijk perfect is. Je hebt bij me in de les gezeten. Daar heb jij een nagel gemaakt dat ik bij mijn eigen denk. Hoe kan iemand iets zo strak en mooi afwerken? Het is echt een talent. Veronique zegt daarbij dus ook, hoe kun jij zo netjes werken? Als ik met neonpigmenten werk, zit alles inclusief ikzelf onder. Ja, daar moet iedereen natuurlijk om lachen, want het is hartstikke herkenbaar natuurlijk. En voor de rommelmaker, zegt Lisette Schoenmaker, ik haal deze altijd even over een kledingroller, dan is die zo weer schoon. Dat vind ik nou een hele goeie. Bij mij is het ook altijd één bende. Ik kan dit niet netjes doen. Dus Aletta, groot applaus. Nou, ik moet wel stiekem toegeven dat als ik in de salon zit, mijn tafel er ook iets rommeliger uitziet. Want dan ben je creatief bezig en dit erbij pakken en dat erbij pakken. Oh, dit werkt niet. Dus nu, omdat ik alles al een keertje gedaan heb, kan ik alles netjes. Maar ik ben ook altijd wel, dat werkt voor mij prettig als alles geordend staat. In mijn salon ook, mijn klanten zullen dat ook beamen. Het staat allemaal, alles is vast plek. Wauw. En als ik klaar met dingen ben qua nail art of qua glitter, dan zet ik het naast me neer. Dan heb ik ook nog een stukje tafel. En wanneer ik dan, nou ja, de klant met de hand in de lamp zit, probeer ik dat ook altijd zo snel mogelijk op te ruimen. Maar dat is een beetje hoe ik me dat mezelf heb aangeleerd. Nou, ik denk ook dat het een deel van je persoon is, hoor. Want het is, het is ongelooflijk. Ik vind dat heel knap. Ja, maar ja, dat vindt iedereen dus. Oh. Ja. En het valt me nog mee hoe zwart mijn handschoenen nu zijn. Want normaal met neonpigmenten zijn ze, er zit een beetje een groen glittertje op van de eerste. Ja. Maar ik dacht, ik neem meerdere handschoenen mee, dan kan ik ze tussendoor telkens switchen. Maar dat is nu nog niet nodig. Nee, knap. En dat is dus ook met de neonpigmenten. Als je dus maar zo'n klein beetje gebruikt, we pakken dus al snel te veel. Ja. En dat, als je ziet dat je dan een klein beetje pakt, valt dat weer reuze mee. Hoeveel je dan ook smeert. Ik ga verder met mijn bloemetje. Ik ga een bloemetje maken nu. Ik heb ook weer een mixje gemaakt met de Cerise Sweeties en de, moet ik even spieken, de eerste kleur van de kleurtjes, van de neonpigmenten. Je kan hem ook gewoon met wit direct gebruiken. Ik vind het wel leuk om een beetje dezelfde kleur terug te laten komen. En ik ga een bloemetje maken, ook hier weer bij. Net wanneer je zou zeggen van, ik wil hier mijn lijntje neerzetten, zet je hem iets verder, dat je hem iets breder maakt. En ik wil het naar een puntje laten lopen. Dat was wel een beetje royaal. Dus het is heel goed denken, hoe wil ik mijn design hebben? En waar moet ik dan mijn vlakken maken eigenlijk? En wat moet ik vrij houden? Hier nog een beetje, dat hij ook weer naar dat puntje toe loopt. En de laatste komt hier. Ook weer even draaien, is net wat makkelijker. Het mooie bij dit is, natuurlijk is het belangrijk waar je lijnen staan. Maar als je een beetje slecht geslapen hebt, of noem het maar, je lijntjes zijn niet zo scherp. Daar kun je dus heel erg mee, sjoemelen klinkt een beetje, maar een beetje mee spelen. Nou, het hartje van het bloemetje zet ik een paar stippies. En vanuit die eerder gezette lijnen trek ik ook nog een paar lijntjes. Ik pak niet zozeer meer product op, maar ik zorg dat mijn penseel weer in een mooi puntje is. En dan trek ik hem vanuit die eerder gezette lijnen trek ik hem naar het hartje toe. Om straks ook dus weer wat meer leven te geven aan het bloemetje, naast alle glitters. Zo,
Nou ja, hij kan al zo. En dan dat je de rest weer inkleurt, zoals net. Ik wil er nog een paar blaadjes bij zetten om het nageltje nog iets meer op te vullen. Ook weer hierbij, als ik hier een blaadje wil maken. Je zou, als je het schildert, hier een lijn neerzetten en hier een lijn. Dat die deze niet raakt. Maar dan creëer je heel veel ruimte ertussen. Ja. Dus nu moet je hem juist eigenlijk elkaar laten raken. Dus dan moet je hem hier langs pakken. Want dit is nu je ruimte tussen je bloem en je blaadje. Het is echt eventjes de andere kant uitdenken. Ja, het is echt even schakelen. Je hoofdje is er bijna voor. Oeh, nog niet helemaal, maar... Scoozie. Gerry zegt ook gewoon dat bloemetje er in één keer op. Hè. Ik moet het wel 6 keer overdoen voordat het op de goede plek staat. Ah, dit is ook wel een soort bloem. Dat doe ik heel veel. Verschillende manieren, maar wel heel veel. Dus dat is inderdaad een... die kan ik bijna slapend doen inmiddels. Nou, het is heel grappig, want de regie bemoeit zich er ook mee. Die zegt, je kunt hem toch ook tussendoor gewoon uitharden? Ik zeg, Nee, dat kan niet. Kan wel, maar dan kun je niet meer sugaren. Nee. Ik zeg, oké, fair enough. En dat is juist het effect wat we nu willen creëren. Precies. Is ook heel leuk om hem dan nu af te lakken tot kootje erover. En is die ook al heel tof. Ja, klaar. Nou, Gemma zegt, met welke kleur zou je dit design nou inkleuren? Is toch zonde van die paarse achtergrond? Ja, daarom wil ik dus nu ook wat meer elementjes maken. Zodat je dus ook wat meer straks dat paars bij de nagelriem ziet. Maar ja, je bedekt wel heel veel van de nagel. Maar ja, daar kun je ook zelf op inspelen. Als je zegt van, ik vind het juist die ondergrond heel mooi. Ik wil daar zoveel mogelijk van zien. Zou je hier ook nog een bloem kunnen maken? Dat je twee bloemen maakt. Dat je hem juist heel groot opzet. En dan eigenlijk minder sugar effect krijgt. Maar juist meer... Achtergrond. Dus dat is ook net wat je mooi vindt. Ik ga hem inmiddels... ben tevreden. Dus ik ga hem helemaal weer inkleuren. En dat is hetzelfde zoals net. Ja, helemaal volmaken. Ja, mensen zijn toch een beetje bang dat ze dit niet voor elkaar krijgen. Hè? Dat vind ik echt wel grappig. Want Sylvia zegt ook, ik durf er niet aan te beginnen tegen Gerry. Die is dus helemaal eens met dat het wel best wel lastig is. Toch best wel een dingetje is. Nou, Sylvia vond hem wel al heel mooi. Dat kwam natuurlijk omdat jij die mooie bladeren daar al op schilderde. En die dacht, dit is het dan. Maar hij gaat natuurlijk gewoon verder. Ja, ook daar weer in. Hij is afgelakt. Dus als je zou zeggen van, voordat ik hem dus nu... alles ga inkleuren. Die blaadjes, dat bloemetje, sugar dat, heb je ook al een heel leuk design. Dus je hoeft hem niet helemaal op te vullen, zou ik het zo noemen. Maar het is wel tof hoor, hè? Nee, je creëert net wat meer sugar op die manier. Ja. Dus het is net weer even een andere manier van je nagel opvullen. En een beetje anders omdenken. Ik ben echt benieuwd wat mensen hiervan gaan maken. Of ze dat dan hetzelfde gaan namaken. Of dat ze dan met hele bijzondere andere designs gaan komen. Ik ben echt benieuwd. Dus is dat weer zo leuk wat er gaat komen? Tessa zegt, ik vind het zo leuk. Normaal kleur je elementen in en sugar je dat. Dus nu is nu precies het tegenovergestelde. Zo origineel en leuk dit. Ja, dat vind ik ook. En Iris zegt, ik vind hem nu al erg mooi. Zou er niets meer aan doen of gewoon alleen sugaren. Ja, dus alleen die lijnen. Snap ik. Zo, cool. En ook nog een kleine tip wanneer je dus dit aan het inkleuren bent. Ik pak dus een druppeltje en die zet ik vaak in zo'n hoekje, zoals dit. Ja. En dan zet ik hem daar neer en vanuit daar werk ik hem uit. Dan heb je ook heel snel dat plekje gevuld. Als jij andersom gaat werken, kan ook. Maar dan zet je hem bij wijze van hier neer en dan ga je op deze manier er langs... Trekken. Slepen, trekken. Maar heb je dan niet, ben je dan niet weer in de verleiding dat je er dan weer te veel overheen gaat? Of dat je hem weer verpest? Ja, of... ja toch? Dat heb ik dus zelf ook een beetje. Dat ik denk van ik vind het prettiger om hem dus op deze manier hier neerzetten. En dan een soort van naar achter werken. Ja. Heel soms dat ik dan echt mijn puntje nog omhoog zet. En dan kun je net een klein hoekje maken. Ja. Maar dat is net ligt ook aan je design wat je maakt. Nou, Etty vindt het in ieder geval nu al hartstikke spannend. En Sylvia heeft ook wel een goede vraag. Want ze vraagt, mag dat dan ook met airnails, die ondergrond? Jazeker. Ja. Dat is ook een hele toffe manier om een mooie, zachte ondergrond te maken. Ja, mensen lachen erom dat ze het vraagt. Ik vond het echt een goede vraag. Zo zie je mij. Nou ja, ik heb
wat ik net ook al zei, ik heb op een gegeven moment ook een beetje gekeken van, is een cat eye eronder leuk? Ik heb de mystical shimmers op een gegeven moment gepakt. Nou ja, wat heb ik niet gepakt? Dus in principe kun je alles doen met de ondergrond. Ja. Dus net waar je zin in hebt, wat je leuk vindt. En het mooie van de neonpigment is natuurlijk dat het lekker knalt. Ja. Maar als je juist een hele mooie zachte overloop wil maken met de pastelkleurtjes van de airnails, ja, dat is ook heel mooi. Dus alles wat je in de ondergrond wil doen, vleekjes, nou ja, andere glittertjes, alles kan. Ja, zolang je in ieder geval maar dat sugar toepast, hè? Ja, ja, dat is het belangrijkste. Nou, Rianne die zegt, dit wordt weer nachtwerk, wat een uitdaging. Nou, en dit lijkt natuurlijk inderdaad even een klusje, maar nogmaals, dit is een aardig grote nagel. Ja. En op zich, als je eenmaal die draai een beetje te pakken hebt, ik zit nu een beetje ongemakkelijk en ik moet het goed laten zien. Als ik in mijn salon zit, heb ik dit er zo op gedonderd, wilde ik zeggen. Nou, dat is niet zo aardig, hè? Erop gebracht. Ja, zit het er zo op. Ja, maar ik snap het wel, hoor. Dat gaat gewoon lekker in één adem door. Ja. Het is wel echt heel leuk, hoor. Nou ja, volgens mij heb ik hem nu helemaal. Dus ook weer niet uitharden. Kan. Maar als je wil sugaren, dan ga je dat effect verliezen. En eerlijk is eerlijk, zo vind ik hem eigenlijk ook al leuk. Ook al tof, hè? Ja, en dan met dat roze, die nagels ernaast. Ja, dan heb je ook al een tof setje. Mooi. Maar ja, wat ik net al zei, ik hou van glitter. Ja. Dus we gaan hem nog even glitterend maken. Dit is een beetje onhandig, omdat ik er natuurlijk één hand tekort kom. Dus ik leg hem er even heel eng neer. Dat gaan we even anders doen. Zo, dan ligt hij recht. En ik gebruik altijd voor sugaren, vooral met zulke losse glitters, gebruik ik een hele oude cute cool pusher. Want die schept makkelijk. Wel even zorgen dat er geen dingetjes van de vorige op zitten. En ook hier weer ga ik heel royaal eroverheen. Starburst is ook altijd erg mooi. Ja, die sugar ook echt fantastisch. En ik heb nu bewust voor de zilver gekozen. We hebben natuurlijk ook een mooie roze. We hebben, nou ja, welke kleuren hebben we allemaal? Groen. Ja, groen, lila, zilver, roze-achtig. Mooi, hè? Ja, het is echt niet normaal. Ik ga de zijkantjes nog even extra mee pakken weer. Want die zie je, als die zo ligt, pakt hij hem net niet helemaal mooi op. Priscilla zegt dat wordt weer 100 keer terugkijken om het een beetje te kunnen. Ja, echt, als je hem eenmaal door hebt. Ja, hè? In principe moet je het zo zien. Normaal zou je het elementje sugaren, nu sugar je de nagel eromheen. En zorg je dat het elementje zichtbaar blijft. Dus dat is eigenlijk, wat je doet is hetzelfde. Alleen in plaats van normaal de lijnen van de bloemblaadjes bijvoorbeeld, dat je die sugart, nou pak je alles eromheen. Maar de stappen zijn hetzelfde. Ja. Alleen ben je iets meer bezig om de nagel in te kleuren weer. Ja, en je moet echt, dat denk ik dat het heel belangrijk is, genoeg ruimte bewaren. Ja. Ruimte om de ondergrond te kunnen zien. Dus niet te dicht bij elkaar alles neer gaan zetten, maar echt open stukken houden. Dat is het lastige. En dan moet je ook nog op tijd klaar zijn, zodat niet alle lijnen naar elkaar toe lopen. Anders hou je alleen nog maar een heel klein stukje over. Dus vooral ook niet te dik werken, denk ik dat een goede tip is, toch, Aletta? Ja, vooral als je gaat sugaren en je hebt een hele dikke, lobbige laag van die mix liggen. En je sugart daarin en je gaat hem uitharden. Hard niet volledig uit. Dus dan ga je inderdaad krijgen dat het dan een beetje afbrokkelt in een draagtijd van 3 weken, 4 weken. Dus een dekkende laag, geen dikke laag, 1,5 minuut in de lamp. Wat ik vaak doe is dan even het residu, wat qua glittertje een beetje loshangt, eraf poetsen en dan nog even 30 seconden. Gaat altijd goed. Ja. Dus dat, Nou, Magnifique heeft ook een superleuke naam voor deze techniek. En ze noemt dit reversed sugaren. Ja, nou, die vind ik goed, ja. Dat hadden we deze workshop moeten noemen. Maar ik ben heel slecht in namen bedenken, dus dat... Geef niet hoor. Als jij in de lamp zit, Aletta, denk ik dat wij gewoon nog heel even het huiswerk erachteraan doen. Ik denk dat dat wel goed uitkomt, vind je niet? Ja. Want jij bent toch nog even aan het uithouden. Ik kan zeggen, ik kan nog niks doen. Dus. Nou ja, we gaan het hebben over het huiswerk, Aletta. En nou, het huiswerk is maak 3 tips.
Met een zomers sugar design zoals Aletta heeft laten zien, nu al 2. Maak van elk design een passende set van 3 nagels, zodat je de nail art gelijk kan gebruiken in je salon. Dus zet er gelijk een prijsje bij. Aletta, misschien kan jij ons straks daarin een beetje adviseren. Nou, je hebt natuurlijk weer 2 weken de tijd om het huiswerk in te sturen. Dus tot 17 juni, juli, van Leo. En dan stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Summer Sugars. En dat album kun je weer vinden in de Nail Talk Live groep. Nou, zijn er dan nog verbeterpunten? Neemt Jessica weer contact met je op en krijg je een herkansing. En daarvoor is het hartstikke belangrijk dat je ook een step-by-step bijvoegt en een eindresultaat van je foto. Om te zien dat als het niet helemaal lekker is gegaan, waar dat precies aan heeft gelegen. Niet te veel foto's, gewoon even 3 of 4 foto's is al ruim voldoende om het huiswerk goed te kunnen beoordelen. Nou, heb jij je huiswerk nou helemaal top gemaakt en is Jessica daar ook enthousiast van geworden, dan krijg je natuurlijk je certificaat. Maar als je nog beter je best hebt gedaan dan gewoon je best hebt gedaan, ik weet dat jullie dat allemaal doen, maar in ieder geval de 3 beste hebben ook kans op een leuke prijs en dat is deze. De prachtige Mermaid Glitter Spray. Ik vind hem echt fantastisch, super tof. De Fluffy Brush, 3 verschillende pigmenten en de Liner Gel. Aletta dacht dat het de Liner Gel White was en volgens mij klopt dat wel. Past volgens mij wel aardig in, in de prints nu. Nou, Aletta is er natuurlijk vandaag, maar volgende week is het de eerste keer aan Cindy. Haar e-workshop gaat over de Rubber Base, want dat is product van de maand juli. Augustus. Zeg ik het goed? Van de maand augustus. Ja, het loopt een beetje door elkaar heen. Maar dan kan je in ieder geval goed kijken wat Cindy met dat product doet, zodat jij vervolgens ook lekker kan inkopen kort daarna. Dus dat wordt een hele leuke workshop. Met z'n allen kijken, want we willen haar natuurlijk heel veel succes wensen op de eerste keer dat ze live is. Ik vind het tof. Ik weet zeker dat ze gaat nailen. Nou, naast Cindy die jullie hier zien staan op 10 juli, is Michelle hier weer een keer. Superleuk. Ze gaat de Summer Mandala laten zien. Op maandag 17 juli. En dat is eigenlijk een soort dotting design ook. En Michelle neemt hem naar de next level. Dus ik ben super benieuwd. Als je die workshop leuk vond, dan ga je deze ook echt te gek vinden. En daarna begint de eerste helft van de bootcamp van Jessica. Vanaf maandag 24 juli handpainting 1. En op maandag 31 juli handpainting deel 2. Lekker meedoen en dan zul je merken dat jij na 4 lessen, dus dit waren de eerste 2, maar na 3 en 4, als je die lekker mee hebt geoefend, als je mee hebt gedaan, goed hebt geluisterd, je nail art skills wel echt naar de next level hebt gebracht. Ik weet dat zeker. Ik zou haast denken, ik wil ook meedoen, maar ik weet niet waar ik tijd vandaan moet halen, dus keuzes maken. Even kijken, dan gaan we nog even terug naar het product van de maand juli. Natuurlijk, en dat is de acryl met 20% korting. Lekker inslaan, zorg dat je alles hebt, vooral je liquids. Het is altijd een kostbaar product, dus shop dat, juist dat soort dingen. Nu lekker met die 20% korting en dat betekent dat je eigenlijk gewoon weer meer overhoudt aan je set. Snap jij hem nog? Gewoon eventjes goed zakelijk nadenken. Lekker inslaan op die acryl in ieder geval. Ja, ik heb Maridotje weer gehad, Aletta, en ik ga weer lekker terug naar jou voor het eindresultaat en voor de screenshot natuurlijk. Ja, hij is inmiddels afgepoetst en een beetje gebufft aan de zijkantjes, zodat hij mooi strak is. En dan is dit het eindresultaat geworden. En je ziet dus, doordat er dus een beetje roze in die mix zat, doorkomt. Echt prachtig. Door de sugar. Echt maar prachtig. Je ziet dus ook hoe klein die blaadjes worden. Dus eigenlijk, ja, tof. Had ik ze stiekem nog wat groter op kunnen zetten, dan was het ook prima geweest. Ja, dan had je dus nog meer van die ondergrond erin teruggezien. Ja. Alhoewel, moet ik zeggen, vind ik hem nu ook echt super tof, hoor. Het is maar net wat je dan bedenkt. Wat je wil. Ja, net wat je wil inderdaad. Maar ja, zo kun je dus wel zien van, je wil al snel te klein. Ik denk dat we dat allemaal hebben met nail art op nagels. Maar je kunt echt wel wat groter werken hiermee. En dan heb ik hem natuurlijk als een setje ook nog. Ja. En dit zijn dus de van de Pop Art collectie, de Oops Orange en de... Is het de Pink? Volgens mij wel. Ik haal die twee altijd door elkaar. Ik ook. Maar die matchen echt perfect met dus die neonkleuren. Ja, tof. Dus heel mooi in die ondergrond ook. En 1 zo'n nagel ertussen. Ja, ik hou ervan. En ik heb een extra collega opgetrommeld. Die staat hier naast mij aan de zijkant. Want die moet mee gaan helpen. Een beetje backup voor het screenshot moment, Aletta. Kijk, alle hulp kunnen we gebruiken, denk ik. Alle hulp kunnen we gebruiken. Dus dan gaan we er maar eventjes weer een mooi momentje van maken. Jongens, handen aan de knoppen. We gaan in 3, 2, 1... Screenshot! Zo! Kijk!
dankjewel, Chrisje. Dat klinkt veel beter. Dat is echt mooi. Dat kan het toch ook? Dat doe ik er niet na, hoor. Oh, het blijft toch altijd een vreselijk moment. Nee, hartstikke leuk. Chrisje, hartstikke bedankt voor je extra screenshot. Ja, ik vind het knap. Ik doe het je niet na. Aletta, ik denk dat wij maar gewoon lekker doorgaan en gaan uitkijken naar de laatste screenshot. Maar eerst natuurlijk nog dat toffe design wat je gaat maken. Ja, ik kan natuurlijk geen e-workshop geven zonder een stempeldesign. Want dat is toch een beetje wat ik erg leuk vind om te doen. En het is ook, ik denk met dit soort elementjes, een hele handige tool als je het wat moeilijker vindt om die groottes te bepalen. Dus als je zegt van nou, ik vind het een bloemetje leuk op die manier wat ik net heb laten zien. Alleen ik vind het lastig om wat groter te denken. Pak een stempel en dan kun je daar ook een leuk design mee maken. Dat ga ik nu ook laten zien. Dat zou ik doen. Ja, toch? Ja. Oh, Aletta, nog eventjes. We gaan wel deze laatste demonstratie van jou hakken we wel even door tweeën. Want dan gaan we daar in het midden, gaan we dan leuk de prijswinnaars doen. Dan hebben we hem precies lekker verdeeld. Okay. Maar ga jij maar alvast beginnen met je eerste gedeelte. Ja. Ik ga de plaat nummer 29 gebruiken. De Even spieken, Seashells and Quotes. Oh, die is leuk. En ik wil de citrusschijf. Het kan een citroen, is het een sinaasappel. Dat kun je het zelf maken. Want ik ga op, even deze pakken, de lekkere felle Oeps Orange werken. Dus ja, dan is het denk ik wel een beetje een sinaasappel momentje. Ja, en dit is echt my favorite gewoon van vandaag. Deze is zo leuk. Die nu komt. Ik vind het goed dat je hem voor het einde bewaard hebt. Maar dan wil ik wel dat iedereen die nu aan het kijken is, dan ook echt weer even blijft kijken. Slim hebben ze dat gedaan, Aletta. Echt heel leuk. Dit is de cliffhanger, hoor. Ja, dit is de cliffhanger. Zeker. En nog in twee keer, hè? Ja. Ik heb dus ook wel alweer de nagel dus voorbereid. Twee laagjes Oeps Orange. En ik heb ook weer een chroom erop ingepoetst. Even. Hebben we al in het eerste design laten zien, dus dat ga ik niet nog een keer laten zien. Maar de stap zijn hetzelfde, alleen gebruik ik de unicorn pigment bij dit design. En ik gebruik de rood, want die vind ik dus heel mooi passen bij de oranje kleur. Die heb ik dus ook weer op de Magic Shine aangebracht. Ingepoetst, uitgehard, topcoatje aangebracht en even gebufft. Want ik wil gaan stempelen, dus dan heb ik een gebufte ondergrond nodig. Dus die is klaar om gelijk te gaan stempelen. Ik gebruik dus mijn stempelplaat nummer 29. Ik leg er even een doekje onder. Even zien, zo. Ik ben linkshandig, dus ik swipe naar links. Dus ik zorg dat mijn doekje aan die kant ligt. Oké, voordat je gaat beginnen, eventjes een leuk compliment voor jou. Waar is die nou? Ik zag hem net. Dat je haar, hij is ineens helemaal weg. Dat je haar zo fantastisch is, Aletta. En ik ben het helemaal eens hoe je die staart hier zo hebt met die twee kleuren. Ik vind dat echt prachtig. Dankjewel. Ik zat zelf alweer dat ik denk, nou, misschien is het wel weer leuk om weer blond te doen. Nou, Linda van Alphen zegt dat. Dus ja? Mooi. Nou, prachtig. Leuk. Dankjewel. Ja, vind ik ook. Ja, ik heb inmiddels al aardig wat verschillende kleuren, dingen in mijn haar gehad. Dit vind ik toch ook wel erg leuk. Juist omdat het, als het los zit, zie je het eigenlijk niet. Maar in een staart of iets, dan komt het ineens wat meer naar voren. Vind ik leuk. Is ook leuk. Ik heb al mijn stempelbenodigdheden klaarstaan. Ik heb mijn witte lak even geschud en die staat open. Mijn stempelkussen is schoon en mijn kaart ook. Dus ik hoop dat het hier goed gaat in de warme studio. En zo niet, dan zet ik hem gewoon nog een keer, proberen we het nog een keer. Zo. Hop. En ik druk hem op mijn nagel. Ja, het is echt hatse, flatse, flat. Het moet ook snel. En kijk eens plop in één keer. Iets lager dan wat ik hem zou willen, maar dat is voor nu even prima. En hier gaan we op verder werken. En het is lak, dus het is ook gelijk droog. Wat je nog wel kan doen om hem iets meer, zou ik zeggen, iets meer wit te geven. Wanneer je stempelt met lak. De wit is heel mooi gepigmenteerd, maar als je dat stempelt is dat natuurlijk zo'n dun laagje dat hij wat, nou, niet echt grauwer, maar wat zachter wit wordt. En als je daar dan lijntjes met dus liner gel naast zet, krijg je dus net even wat meer knal ervan. Beetje highlighten, zeg maar. Ja, eigenlijk een beetje highlight op je wit, ja. Ja. Dus voor nu eventjes snel een paar, en je kunt een beetje de vorm misschien corrigeren. Als je denkt van nou, hier heeft hij niet mooi gestempeld, dan kun je hem daar nog een beetje aanpakken.
Is het te zien, ja. Maar ik vind hem nu mooi, alleen ik wil hem iets meer highlighten. Dan knalt hij straks ook nog naast de sugar nog net even iets meer naar voren. Dus hier wil ik een lijntje hebben. Draai hem weer even om. Ik gebruik nu eigenlijk alleen maar puur de lijnetje. Ik ga hem toch via deze kant pakken. Je kunt hier ook een mixje voor maken, maar omdat dit twee kleine lijntjes zijn, pak ik hem gewoon langzaam op. En heb ik alleen maar de line and gel nodig. Spreekt wat meer. Ja, nou ja. Je ziet ook gelijk wat die lijnen. Ja. Het is allebei wit, ja. Maar deze wit komt nog net even wat meer naar voren. Nou, nog een klein tikkeltje. Hier. Leuk. En met dit soort lijntjes moet je echt wel de tijd nemen. Als je het snel gaat doen, dan heeft je gel geen zin om mee te werken. Even een klein vraagje tussendoor. Mensen, ik merk dat mensen toch wel wat vragen hebben ook over inputs en zo. Want Elvira heeft een vraag die ik toch even wil stellen. Kan je voor het inputsen ook de Magic Pigment Citrine gebruiken? Nou, dat is geen high shine, hoogglans. Dus Aletta, hoe zou jij die verwerken, het best verwerken? Kun je die ook inputsen op de Magic Shine? Je kunt ze inputsen. Alleen je zult nooit zo'n chroom effect krijgen als de unicorns of de chroompigmenten. Want daar zijn die pigmentjes gewoon te zacht voor. Maar je kunt er wel een heel subtiel effect mee creëren. Dus je kunt ze zeker inputsen, dat lukt ook. Ook gewoon op dezelfde manier zoals de unicorn pigmenten en de chroompigmenten. Dus de Magic Shine, 1,5 minuut in de lamp, dat inputsen. Dan weer even 10 seconden vastzetten en aflakken. Dus dat kan prima. Alleen zal het effect nooit zo intens zijn zoals de unicorn en de chroompigmenten. Nee, precies. En heb ik nog een klein vraagje. Sylvia vraagt, als je nou met liner gel stempelt, wordt die dan ook harder van kleur? Ja, ik neem aan dat ze dan gelijk bedoelt het hele design met liner gel. Waarom heb je dat niet gedaan, Aletta? Nou, ik ben standaard dat ik mijn lakjes erbij pak om te stempelen. Maar inderdaad, je kunt dit ook stempelen met de liner gels. En dan zal het wit inderdaad wat intenser wit zijn. Waar je dan wel op moet letten is dat je, wanneer je de stempel oppakt, met de nagellak is het echt wel een snellere beweging. Met de liner gel moet je hem gewoon rustig even de tijd geven om van de stempelkaart naar het stempelkussen te komen. Eventjes een tel voor de lamp, hoeft niet. Ik vind dat zelf wel vaak fijner, want dan blijven die lijnen strakker. En dan kun je hem eigenlijk in principe op dezelfde manier verwerken zoals ik hem nu doe. Hoef je alleen deze stap, die ik dus net heb gedaan, niet te doen, want dan is die al mooi wit. Ja. Nou, ik heb hem eventjes uitgehard. Dus dan zie je al wat voor verschil die paar lijntjes maken. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Dat leven zo is die al leuk, toch? Als je hem nu glanzend bijvoorbeeld aflakt, komt die chroom er weer mooi onderdoor. Ja, zeker. Of die unicorn pigmentjes, sorry. En dan heb je ook al een heel tof design. Maar ja, daar houden we het niet bij vanavond. Nee, daar zijn we vanavond niet voor gekomen. Hè, nee. Ik ga hem nu de hele nagel mat afvlakken. Geen pluisjes. En dan ga ik daarna sugaren. Niet in de matte topcoat, dat komt straks. Maar ik wil eerst mijn hele nagel. Kijk, nu zie je ook hoe mooi die is. Ja, tof. Dit is echt zo'n... Ik heb nu ineens trek in sinaasappel. Ik wou net zeggen, alsof je er al van een hapje van kan nemen. Alsof het al een beetje waterig is. Ja, ja. Dus een mooi laagje mat eroverheen. Even zorgen dat hij niet opentrekt ergens. En dan gaat hij in de lamp. Omdat dit een tussenlaag is, gaat hij even 30 seconden. Dat is voor nu prima. En is dit ook, zijn we nu ongeveer halverwege het design, Aletta? Ja. Dus het is tijd voor de winnaars, Aletta? Ja. Oké. Ik zeg doen. Nou, laten we eerst eens eventjes terugkijken wat de opdracht ook alweer was. De opdracht was van Angelique. En de opdracht was dus, maak 5 bruidsnagels op tips of op een model waarvan minimaal 2 French Reverse zijn. Ik was erbij. Het was echt een leuke workshop. Echt een prachtige nagel geworden. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jullie ervan hebben gemaakt. Maar ik heb hier de winnaars voor me liggen, met name. Alleen niet de designs erbij. Dus ik ga eerst eventjes de feedback oplezen. En de feedback van de eerste winnaar is, wat een toffe foto en wat een mooie set.
Mooie zachte kleuren en verschillende technieken die perfect matchen met elkaar. Echt goed gedaan. Nou, laten we eens even kijken welke persoon daarbij hoort. Jee! Ja, wow. Prachtig. Karin Kramer Groothuis. Inderdaad, mooie foto's. Leuk met die ringen erbij. Dus heel tof gedaan. Gefeliciteerd, Karin. Supermooi gedaan. Prachtig. En de volgende winnaar heeft als volgende feedback gekregen. Een mooi en elegante set met een mooie inlayroos. Nou, let op. Echt prachtig. En leuk dat je de foto dezelfde sfeer hebt gemaakt. Gefeliciteerd. Agnes Soppen. Oh, wauw. Oh ja, kijk, dat roosje zit daarop. Ja, prachtig. Ja, dit is heel mooi. Ja, dat is ook weer een terechte winnaar. Heel erg mooi gedaan. 3 French inderdaad gemaakt. Maar ik denk dat een bruid dit echt met heel veel plezier zou dragen. Dus gefeliciteerd Agnes met je mooie prijs. En dan de laatste feedback is de mooie strakke smilelines en je kleurkeuze zorgen voor het wow-effect. De foto is ook tof gemaakt. Echt een prachtige set die ieder bruidje met trots zal dragen. Gefeliciteerd. Soraya. Ja, ze heeft ze echt schattig gemaakt. Kijk nou. Prachtige set. Gelijk 5 French erachteraan gegooid. Leuke foto. Mooi. Echt supermooi. Gefeliciteerd allemaal. Maar wat hebben jullie nou ook alweer gewonnen? Dit mooie pakket met de chameleon flakes erin. Pearl effect gel. De schablonen. En een power gel, een nude tube. Nou ja, ik denk dat dit wel een heel mooi recept is om alvast bruidsnagels mee te gaan maken. Super mooi. Leuke prijs ook, vooral de schablonen ook en die power gel. Echt leuk dat jullie gewonnen hebben. En van harte gefeliciteerd. Dus nog meer mooie dingen gaan maken. Over mooie dingen gesproken, Aletta. Dankjewel. Lach eens naar de camera. Nou, jij was natuurlijk ook met zoiets moois bezig. Lekker ding. Ja, dat was gewoon één koppertje, toch? Ja, wacht jij maar af. We hebben hem bewaard. Oh ja. De update. Ja. Nee, ja. Dat niet. Ik heb dus... Mijn pompje is... die heeft er geen zin in vanavond. Even schudden. Ja. Ik blijf schudden. Hij is echt... Hij heeft zijn eigen willetje inmiddels. Ja. De nagel, om even terug te gaan, is dus mat afgelakt. Ik heb hem nu, omdat de prijzen werden, hoe zeg je dat? Uitgereikt, dankjewel. toch even 1,5 minuut gedaan, want ik moest toch even wachten. Ja, top. Dus dan is dit nu hoe ver die is. Oké. En het mooie is nu, omdat hij dus mat is, wanneer ik nu voor mijn sugar ga ik de Magic Shine gebruiken. Dan kun je dus heel mooi zien waar je product al neer hebt gelegd. Dus ook om te laten zien dat je in principe met elke topcoats, Risa Sweeties, meerdere manieren hebt om dus die nagel in te kleuren. Oeps. Moet ik wel nog even zorgen dat mijn Jessica's Choice penseel niet nog restjes heeft van de witte mengseltjes. Zo. Dus nu ga ik hem weer rondom inkleuren. En nou kun je dus heel mooi het verschil zien van waar zit nou product en waar nog niet. Oh ja. Dus dat is natuurlijk ideaal. Druppel. En nou ook weer heel voorzichtig langs dat randje. Want ik wil de sinaasappel in dit geval mat houden. En eromheen glanzend maken. Waar dan straks de sugar in komt. En als ik bij dat elementje kom... Hier kan ik lekker roeren en alle kanten op. Maar als ik hier, dan ben ik ietsje voorzichtiger. En ik laat ook echt mijn penseel het werk doen. Ik zal het hier ook nog wel hopelijk wat beter laten zien. Dus als ik een beetje neerzet, ik duw het eigenlijk meer naar die lijn toe. En dan trek ik het er langs. Dus op die manier kom je heel dicht bij je elementje. Ja, je kunt het helemaal maken of breken ook nu natuurlijk. Ja. En ook hierbij is het echt... belangrijk dat je wel een dekkende laag, niet zozeer, maar een goede laag hebt. Maar dus niet te dik. Ik ga nu ook, denk ik, de grofste glitter gebruiken van alle designs. En als je al een hele dikke laag hebt liggen, wordt het allemaal heel snel toch heel erg... Hobbelig. Hobbelig, lomp. Nou, ik ben echt stapelgek op Jessica, hoor, en dat weet ze. Maar dit zou niet mijn keuze penseel zijn, hoor.
Nee? Nee. Ik zou eigenwijs zijn. Ik zou denk ik de grote buts eerst neerleggen met de Detailer 3. Dankjewel, regie. En dan na de hand gaan perfectioneren richting de sinaasappel. Ja, wat je ook kan doen is gewoon met het kwastje uit het flesje werken. Dat zou ik dit is durven. Natuurlijk een groter oppervlak. Dus dan zou je hem hier bij de nagelriem neer kunnen zetten en die kant op kunnen vegen. Ja, ja. En hier misschien een beetje aantikken en dan inderdaad. Maar dat is ook net wat je prettig vindt. Ja, dat klopt inderdaad. En wat je aandurft. Ik ben misschien eigenwijs. Maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen maniertjes, toch? Dat is alleen maar mooi. Nou, Magdag Niewek vindt het heel erg mooi. Ze stuurt poppetjes met sterretjes in de ogen. Ja, ik denk dat dit toch ook wel een van mijn favoriete van de designs is die ik gemaakt heb. Ja. Juist ook omdat hij lekker knalt. Maar toch ook wel weer, ja, een beetje dat kleur op kleur, daar hou ik dan wel weer van. Ton sur ton. Yes. Oh, Jessica zegt, ik ook op jou hoor, poppedijntje. Mm-hmm. En eerlijk, dat zou ik ook doen. Tot die detailen pakken. Nee, maar het is echt een penseel. Is zo smaakgebonden, hè? Ja, ja. Het is nooit goed of slecht. Als het maar voor jou werkt, ja, dan dat is het belangrijkste. Ja, ja, ja. Nou, Sanne zegt, ik heb gelijk zin in een waterijsje. Dat heb ik ook al heel de tijd. Zie. Ja, lekker. Dat is ook wel een goeie. En Manny Fiek zegt, vindt het ook heel leuk. Ze vindt hem zo ook heel leuk glans met mat. Vind ik ook. Nou, Ellen vraagt de welbekende vraag. Wat vraag je nou voor zo'n nagel? Ja, nou ja, ik reken dan vaak toch per 2. Want dat is vaak de ringvinger waar dan dit design op komt. Ja, voor dit zou ik zeggen, het is een stempeltje. Het is gesugard. En een chroom. Dus nou ja, misschien 4,50, 5,50 bovenop je prijs voor de behandeling. En misschien is dat nog wel... Dat is wel vriendelijk, hoor. Vriendelijk, ja. Ja, dat is wel vriendelijk. Maar helemaal ook niet verkeerd, hoor. Maar het is wel inderdaad, als je dat, dan zou je nog wel iets bij kunnen doen. Het ligt natuurlijk ook eraan, ben jij een beginner? Tenminste, niet een beginner. Vind jij dit soort dingen lastig? En dat kan ik me voorstellen, want dit zijn dingen die je niet dagelijks doet. En ben je er echt wel eventjes wat tijd aan kwijt, moet je echt proberen je tijd te berekenen. Op het moment dat jij een uur doet over een set en jij vraagt €50 voor die set, betekent dat 25 een half uur extra zou moeten zijn. Ben je er een half uur extra mee bezig, zou je eigenlijk gewoon €25 moeten rekenen. Voor wat je dan ook een half uur extra kwijt bent. Dit is eventjes een heel makkelijk rekensommetje. Maar zo moet je het echt gaan leren bekijken. Pak je uurloon en ga kijken of je het redt in die tijd. Maar gebruik je nou ook nog dure steentjes, dure rhinestones enzovoort. Kun je er nog een beetje bij plakken. Dat is helemaal niet gek. Je tijd moet eigenlijk gewoon betaald worden. En zo kun je het makkelijkst voor jezelf berekenen. Dan kun je kijken of het klopt. Ja, en ik stempel natuurlijk veel, dus bij mij zit zo'n stempeltje er zo op. Dus qua tijd is het voor mij niet heel veel extra. Ik denk dat in dit design de meeste tijd gaat zitten in het omschilderen van het elementje met de liner gel de cerise sweets of de topcoat om te sugaren. Maar ook dat, nogmaals, dit is een best wel lang, breed nageltje. In de salon heb ik dit niet zo snel. Dan zou dit sinaasappel sliceje misschien niet eens op een nagel passen, omdat dan de nagel wat smaller is bijvoorbeeld. Dus dat ben je al bijna vol, ook, eigenlijk, ja. Nou, ik ga sugaren. Ik heb daarvoor de glitterspray, even spieken, Blue Iris. Maar die heeft een beetje een koper glansje. En die vind ik dus weer heel mooi matchen bij de chroom eronder. Oeps. Dan gaan we weer lekker royaal eroverheen gooien. Even weer voorzichtig. Oeps. Hop, alles ernaast. En jullie dachten dat het zo netjes werkte. Nou, gaat ze op het einde nog even rommel maken? Ja, ja. Ja, ja, moet toch eventjes. Hè? Gelukkig dat jij dat ook doet. Ja, precies. Weer even die zijkantjes goed pakken. En deze kan nog eventjes. Hop. En het mooie van die bakjes eronder, dan gooi je gewoon wat je niet gebruikt, gooi je er weer zo in terug. Ja. Ideaal. Dan doe je er een eeuwigheid mee met die glitters. Ja. En die gaat weer anderhalf minuut in de lamp. En dan kan je zeggen, mijn design is klaar. Maar ik wil eigenlijk nog een kleine toevoeging doen, om ook weer die partjes wat meer leven te geven.
Ja, er werd al gevraagd, moet er dan geen schaduw bij? Als ik er nou schaduw bij zet, komt het design dan nog meer naar voren? Nou ja, Aletta, ik heb gewoon even aangegeven dat het design daar niet naartoe gaat. Maar je kunt natuurlijk van alles proberen. Alleen de stap die Aletta nu gaat zetten, die is wel heel leuk voor dit design. Ja, ja, je kunt het zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Ook met dit soort designs. Ik heb het nu redelijk gehouden met van, hey, het is een elementje en we zoeken daar overheen. Nu zet ik er een klein dingetje bij, want dat, ik kan mezelf kan het niet laten. maar je kunt inderdaad ook zeggen, voordat je gaat sugaren, of ik zou dan zeggen, voordat je een mat aflakt, dat je bij wijze van een paar stukjes met bijvoorbeeld de glas, de amber, een paar van die lijntjes van de partjes van het sinaasappeltje in dit geval, een beetje kleur geeft, dan krijg je ook al heel snel wat schaduw. Is wat subtieler, maar dan heb je ook weer gelijk een ander effect. Dus dat kan, maar voor nu doe ik dat niet. Ja, het is best wel een fris design, hè? Ik denk op het moment dat je hier gelijk weer met donkere kleuren op gaat zitten, je wel echt helemaal het design gaat missen. Maar weet je, je moet gewoon, soms hebben jullie vragen en dan denk ik, ga het proberen, want ik wil het zien. Laat het zien wat het wordt, want wij weten dat ook niet, want we hebben het waarschijnlijk nog niet geprobeerd. Nou, dat is het heel vaak met dat soort dingen, dat je kunt je enigszins, als je je product een beetje kent, bedenken van, oké, hoe gaat dat uitpakken? Maar je weet het pas zeker als je het uitprobeert. En dat je denkt van, oh, dat was een top idee. Dat ga ik vaker toepassen. Of het is net niet, maar wat als ik nou dit of dat doe? Dan ga je weer verder denken. En dan misschien komt er uiteindelijk ook weer of wat anders uit. Of dat je gewoon gelijk in design hebt. Dat je denkt, dat is een tof idee. Die ga ik aan mijn klanten laten zien. Nou, Rowan dus, zegt altijd leuke kleine toevoegingen doen, Aletta. Nou, dus die zit lekker mee te kijken. Zit in zijn pauze, zit hij naar mij te kijken, want hij is aan het werk. Oh, echt. Oeps, we hebben je niet gezien. Busted. Ja. Nou, ik poets weer even de restjes eraf. En dan is dit je resultaat na het sugaren. Maar ik vind het dus nog leuk om ook weer met diezelfde topcoat de partjes weer... Krijg je toch trek van? Dan wordt hij gelijk lekker juicy. Ja, lekker. En je kunt dit dus ook wat meer bolling geven. Dat je dan eerst het vlakje inkleurt en dan een druppeltje erin zet. Voor nu hou ik hem wat vlakker. Maar als je hem dan beweegt, dan zie je gewoon... Ja. Het is bijna een cat-eye-effect. Dan wil je erin bijten toch gewoon. Dat hele effect zie je dan op de ondergrond. Ja. Zo tof. Ja, iedereen vindt het leuk. Heel schattig, super cute. Panilla is aan het meekijken uit Zweden. Die zegt, that's so beautiful, Aletta. Oh, wat leuk, alle kijkers en alle reacties. Ja, leuk hè? Altijd fijn om te horen dat de designs in de smaak vallen. In de smaak vallen. Nou gaat hij nog even in de lamp om uit te harden. Simone zegt, ik ruik gewoon de sinaasappelgeur. Oh, en Ellen Landa vond het heel attent van haar. Dat je ook even knoeide, zodat wij ons ook wat beter voelden. Ja, dat is ook wel aardig om te laten zien dat zij dan ook wel dit soort, kleine foutjes maakt natuurlijk. Van die kleine schoonheidsfoutjes. Maar echt keurig netjes gewerkt hoor. Ik bedoel, het gaat over sugaren. Ik had minimaal verwacht dat de hele tafel één ontplofte ellende zou zijn. Ja, het valt nog mee. Welke glitterspray was dit ook alweer? Je had de... Dit is de Mermaid. Glitterspray Blue Iris. Blue Iris. Dus die is iets groffer dan de Mermaids. Ja. We hebben ook een kleurtje van de Mermaids. Ik ben alleen even kwijt hoe die heet dan. Ja, dankjewel. Ik ben er ook altijd een beetje mee. Red Gold of zo, dacht ik dat die heet. Ja, maar die is een fijner glittertje, maar die heeft hetzelfde glansje. Alleen dit is dus een grovere glitter. En dat vond ik voor dit design wel leuk. Ja, mensen vinden het echt te gek. Ik hoop dat je ook je opmerkingen natuurlijk terug gaat lezen, Aletta. Je hebt je telefoon naast je en daar staat echt heel leuk. Chrisje, die zit natuurlijk mee te kijken vanaf de regie. Zegt ook prachtig. Michelle zegt, Soraya vindt het mooi. Etty zegt, wat een leuke uitdaging. Wendy zegt, zo leuk weer. Zo'n schattig partje, zegt Mandy. Ik ga niet iedereen opnoemen, hè, want het is een hele rit. En Ina vindt het ook echt heel leuk. Het was weer superleuk, helemaal mee eens. Nou, gaaf, ook weer zo tof. Ladi-ladi-la. Zo mooi en gelukkig knoeit Aletta Visser ook van Karin. En Veronique vindt het ook heel gaaf, Aletta. Ja, helemaal mee eens. Ik vind het ook super tof. Als jouw partje dadelijk uit de lamp is, dan gaan we er natuurlijk weer een foto van maken. Ja, hij is zover. Dus dan zijn dit de. Of is dit het eindresultaat? En dan natuurlijk ook als een leuk setje. Ach, dat kijk. Is
Nou, ik wacht weer even op de backup. En hier heb ik dus ook weer dezelfde kleur als de ondergrond gebruikt. Ja, hier heb ik hem ook weer met unicorn pigment ingepoetst, afgelakt. En daar heb ik een mat afgelakt. Dus dan heb je ook weer een heel leuk setje. Zo. Ja, wat het allemaal nog leuker maakt. Wat het effect eigenlijk nog sterker maakt. Hè? Ja, dat het zo, dat sinaasappeltje er zo lekker waterig uitziet. En wanneer je zo laat zien aan je klanten. Als ze dit zien, denken ze, oh, dat is tof. Maar zo hebben ze al gelijk wat meer een beeld van hoe dat dan kan uitpakken op hun nagels. Dus ik, als het kan, maak ik altijd een setje. Want zo laat ik ze dus ook in mijn salon zien. Helemaal mee eens. Iedereen is al bezig met screenshot. Iedereen is wel mee aan het doen. Nog even de kleuren. Dat was de Oops Orange. Daar heeft Fabiola om gevraagd. Ja. En daar overheen zit het unicorn pigment. De rode. Red. Unicorn pigment red. Ik heb hem. Gebruik je ook andere tips in je salon? Nou, daar komen we straks nog even op terug. Want ik vind het altijd tof om te zien hoe Aletta dit allemaal mooi displayt in de salon. Gaan we straks naar kijken. Maar we gaan eerst even met z'n allen screenshotten. En twee keer moeten we. In 3, 2, 1. Screenshot! Oh, goed zo. Zo, ik ben zo blij dat we hier niet alleen voor staan. Nou, Aletta. Echt hè? Mensen, we sturen allemaal hartjes en vinden het heel tof. Cindy zegt ook nog eens een keer heel gaaf. En ik denk dat we alle designs nog eventjes bij elkaar moeten leggen. Ja. Ja, en als ik zoveel leuke reacties zie, dan ben ik ook wel heel erg benieuwd wat jullie er allemaal mee gaan maken natuurlijk. Ja, dat, leuk is dat altijd, hè? Zo, leg ik die zo. Ik denk dat ze wel passen zo. Past het allemaal? Dus zoomen we gewoon even uit. Oh, het gaat lukken, Gil. Kijk. Gillian was weer gelopen voor niks. Had al een sprintje gemaakt. Die denk ik ga eventjes even uitzoomen. Maar dit gaat prima zo. Dat is zo mooi, toch? Ja, dus dit wordt de allerbeste, allermooiste, allerhardste. Nee, niet hard, hoeft niet hard. Maar de allerzuiverste screenshot. We hebben we even voor het laatst bewaard. Dus we gaan met z'n allen in 3, 2. Zijn jullie er klaar voor? 1. Screenshot! Het applaus natuurlijk voor Chrisje, maar ook voor jou, Aletta, want het is dit prachtig. Kijk er nog even naar met z'n allen. Nou, we durven nu niet meer. De lat ligt zo hoog, zegt Ellen Lambda. Lydie Adink is verliefd. Echt heel gaaf. Elvira vraagt of jij andere tips gebruikt, want die zijn kleine, of is dat bedrog? Ik denk dat dat zo lijkt. Ja, ik denk het ook. En wat ik vaak ook nog wel doe met als ik ze gelakt heb, dan knijp ik ze altijd nog een beetje in. Dan wordt ze nog wat smaller. Want helemaal met die sugar designs, dat geeft natuurlijk best wel wat volume. Dus even een beetje pinchen als het ware en dan heb je ze gewoon mooi. Nou, het is heel mooi, want zoals je het nu ziet, is het inderdaad ook leuk van een klant om te zien hoe zij dit kan dragen. Ja. Dan hebben ze, als ze dat idee hebben, zullen ze ook veel sneller geneigd zijn om zoiets te kiezen. Omdat ze niet op alle 10 hun nagels dit krijgen. Klanten hebben echt het idee, dat komt dan op al mijn nagels. Nee, dat kan een accentnagel zijn. Ja. Het is voor klanten heel moeilijk om in te beelden hoe zoiets er in totaal uitziet. Maar als jij dan een leuk idee geeft, dan is het zeker wel de moeite waard om dat eens een keer te proberen voor hun. En probeer dan ook inderdaad zo natuurlijk mogelijke tips te gebruiken, zoals bijvoorbeeld deze normale ovale tips of de rechtere tips. Rechtere tips zijn nog iets kleiner, komt misschien nog iets meer realistisch over. Maar ga jij stiletto tips gebruiken, wat natuurlijk tof uitziet, dan is het voor een klant heel moeilijk om in te kunnen beelden hoe dat dan bij hun op de nagels staat. Wat je wel kunt doen, is de tip eraf knippen of het puntje eraf knippen. En dan heb je een soort ballerina nagel, wat ook nog wel leuk is. Maar het ligt echt even aan de klanten die bij jou in de salon komen, dat het ook voor hun er leuk uitziet natuurlijk. Aletta, we gaan nog even het huiswerk doen voor de zekerheid. Gil moet eventjes gaan rennen. Die denk ik ga freestylen. En nog even kijken naar het huiswerk. Hè. Dus 3 tips met een zomer sugar design zoals Aletta heeft laten zien. En dan maak van elk design een bijpassende set van 3 nagels. Zodat je de nail art gelijk kan gebruiken in je salon. Dus dat betekent 9 nagels totaal. Eens? Ik kijk Aletta aan. Eens? Ik moest Aletta even rekenen, maar inderdaad. Dat klopt. Oh, dat klopt. Oh, nee, inderdaad. Dat klopt. Ik vraag aan Gil of hij eventjes naar Aletta wil rennen, maar dat werkt natuurlijk niet. Oké, wat kun je winnen? Nee, wat zijn de regels? Dank u. Wat zijn de regels voor het maken van het huiswerk? Je hebt weer 2 weken de tijd tot 17 juli. En dan kun je huiswerk insturen via de link in het album Summer Sugar Nails. Wel even screenshotten deze mensen. Nou, de verbeterpunten, hè, die kan Jessica eventueel met je doorlopen. En vergeet ook niet een step-by-step te maken.
Je kan natuurlijk een mooie prijs winnen. Sowieso je certificaat is de beste prijs. Maar de prijs die je kunt winnen is wel deze. Screenshot hem, hang hem boven je bed of hang hem in je salon. En raak gemotiveerd om dit te winnen. Ik hoop dat jullie allemaal meedoen in ieder geval. En ik hoop natuurlijk dat jullie ervan hebben genoten. Aletta, wat vond jij ervan vanavond? Ja, ik vond het weer leuk. Ik heb weer lekker zitten sugaren en zitten arten. Dus daar maak je mij heel blij mee. En ik hoop dat ik jullie ook heb kunnen inspireren. En nogmaals, ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie gaan maken. En ik zie de foto's... Oh. daar was ik weer. ik zie de foto's hopelijk snel tegemoet. Ja, Aletta, ik snap dat je inderdaad echt benieuwd bent wat mensen gaan maken. Ben ik ook altijd benieuwd naar. Zeker omdat je natuurlijk zelf hebt gedaan, is het nog leuker. Dus ga daar lekker van genieten de aankomende 2 weken. Hartstikke bedankt dat je hier was. In de regie natuurlijk Gillian en Christian Maas die hem heeft ondersteund. In ieder geval door aanwezig te zijn. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. Jullie thuis natuurlijk bedankt dat jullie weer lekker hebben meegekeken. En ik ga lekker afzwaaien en zeggen tot de volgende keer. Tot Nail Talk Live. Doei!